alles gebeurt in... Welkom kijkers, welkom Gil Belfort, maar het is geen Gil. Het is Guillermo. Belfort. Belfort. Maar je wordt, men kent jou als Gil van de SRS. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. We gaan nog niet naar de SRS. Nee. We beginnen rustig. Oké. Okay. Ik wil weten wat jij hier op Kwaku doet. Mijn beste vriend Perry, die heeft hier zo een stand. En hij heeft hulp nodig en dan kom ik hem ook wel helpen. Ja, want ik heb gezien dat de directeur, ik heb je geobserveerd, al die 4 weken, ik heb gezien dat de directeur zelf serveert. Dat klopt. Ik voel me niet, op het moment dat ik buiten mijn bedrijf ben, dan ben ik niet de directeur. En als ik wat doe voor wie dan ook, een vriend, of dan ben ik gewoon een vriend en dan zie ik mezelf niet als de directeur van een bedrijf. En wat die mensen misschien niet weten, of nog niet weten, is dat deze man, deze directeur, deze eenvoudige directeur, de Tapabangstelkroeg heeft laten halen. Dus ik wil weten waarom jij dat hebt gedaan voor ons. Op het moment dat ik hoorde dat jouw wens was om hier naartoe te komen, en er werd ook gezegd van dat ik het voorbeeld ben voor jou, heb ik dat overleg en ik heb toen gezegd van laten wij dat maar doen en ik heb er geen spijt van. We willen je alvast bedanken. Graag gedaan, Rob. We gaan straks daarover praten. Ja. We gaan beginnen bij het begin. Ja. Wanneer is Gil Belfort, Guillermo Belfort geboren? Ik ben geboren op 7 augustus en ik ben inmiddels 55 jaar oud. 55? Ja. Gilly. Serieus, ja, 55. Zou je dat willen geloven dat een 55-jarige man... Bolle je briebi. Jong boeie terre. Ja. De 7 augustus, dat wil zeggen, je ding is leeuw. Je sterrenbeeld is leeuw. Ik ben leeuw. Ja, zijn ik de liefste mensen. Oké. Okay. Nee, ik ben ook leeuw. Dus okay, vandaar ik het weet. Is dat je toch zijn de liefste mensen? Dus ja. je bent straks jarig. Ik ben straks jarig. We gaan naar het feest. Bolle, dan zijn we nog hier. Ja, Leo, ben je elkaar, want Bolly was ook jarig. Bolly was ook jarig, inderdaad. Gilly, je bent geboren 7 augustus, je bent nu 55 jaar. Welke buurt, weet je welke buurt je bent geboren, welke omgeving je bent? Ik ben geboren in het Slaans Hospitaal en ik ben opgegroeid gedeeltelijk op Beekhuizen en het andere gedeelte op Zorg en Hoop. Mm-hmm. Hoeveel was je, hoe oud was je toen je... Toen je op Beekhuizen was? Ik meen dat ik vanaf mijn geboorte, want mijn moeder die woonde nog bij mijn oom en mijn opa. En op een gegeven moment, ik zou precies niet weten op welke leeftijd. Dus waar ik eigenlijk wil gaan is, wat je van de buurt, hoe was de buurt, je omgeving? Nou, de omgeving... Beekhuizen stond bekend als de plek waar de voetballers vandaan kwamen. Onder andere mijn oom Roy Belfort. De man van Telesuur. Van Telesuur. Ja, ja, ja.
hij is bekend van dat hij voorwaarts kampioen gemaakt heeft. Dat hij de enige voetballer, doelman is die van goal tot goal, goal gescoord heeft. Ja. Dan had je ook de familie Nelon, de familie Brown, de familie Ons. Het zijn allemaal sporters geweest. Dus dat was de buurt Belfort en de buurt Beekhuizen. En de meeste politieagenten, die woonden ook daar. Zoals mijn opa, die ook politieagent was. En de Playveers. Er zijn wel meerdere hoor, maar dat zijn de twee die ik onthouden heb. En scholen? Ik heb op de Stelingsschool gezeten. Tot op het moment dat wij gingen verhuizen naar Zorg en Hoop. Ik heb toen gezeten op de Singerschool. Ik heb de Schoonhovenschool gedaan, Natin en de University of Miami, die ik niet heb afgemaakt. Waarom ben je niet afgemaakt? Hore. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch. Goedemiddag papa. Are, Sanwani bai. Ah, mensen voor Evert papa. Evert, die matide. Nee, jouw post doen direct voor Gwena papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, jai. Hai, behoed. Evert. De snelle keuring. Srut. Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze impactservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. So this everybody, yeah. Oh, so this everybody, yeah. Gimala. Ay, so this everybody, yeah. Oh, gimala. Ay, so this everybody, yeah. Dek van oma broke you, I no power to do, nee.
Ja, en we zijn terug. Gil, waarom ben je afgemaakt? Ik vind het jammer om te zeggen, maar het is een politieke kwestie geweest. Ik heb een beurs gehad en op het moment dat er een andere regering er kwam, moest ik stoppen met die opleiding. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Als ik altijd nog weer eraan terugdenk, dan doet het enorm veel pijn. Ook gezien het feit dat de school Suriname op verschillende manieren gevraagd heeft dat ik toch sowieso op die school kon blijven, heeft Suriname niet op gereageerd. En welke studie was zou je doen? Het was broadcast journalism. Prachtige studie. En ik denk van als ik zo'n studie had afgemaakt, dat ik in elk geval een veel betere bijdrage zou kunnen leveren aan de journalistiek in Suriname. Mm-hmm. Heb je altijd journalistiek gedaan? Dat wil ik weten nou, als je eerst bent gaan werken. Ja, nee, ik zat al op het NATIN. En toen werkte ik bij de... Cocktail. Dankjewel. Ja, dankjewel. Er zijn twee cocktails met rum en ginger. Rum en ginger. Oh. Dankjewel. Dankjewel. Laten we proosten. Proost. Rum en ginger. Wauw. Dit maakt je los. Angel. Ja. Werken. Ben je eerst gaan werken voordat je in de journalistiek bent gestapt? Ik zat op school en ik werkte. Ik zat op school en ik werkte. Ik ben gestart bij Apinti als sidekick van Lucas Shepard. Mm-hmm. En toen zat ik nog op school. Op een gegeven moment heeft de SRS, ik kan zeggen, bijna mij overgekocht. Ja, ik heb altijd gewerkt en gestudeerd tegelijkertijd. Waarom wou de SRS je bijna over... Ik ken het antwoord al bijna. Want als je gewoon naar die stem van je luistert, die koude stem, dan weet ik waarom. Heb ik het goed? Gaat het om die stem? Nou, in het begin had ik deze stem niet. Ik zie geen verschil hoor. Ja, in het begin had ik deze stem niet. Het is... Naarmate ik ouder werd, kreeg ik natuurlijk weer een andere stem. Maar de SRS die had iemand nodig voor de jeugd. Mm-hmm. En ze zagen in mij de juiste persoon. Omdat zij, als ik praat over zij, dan praat ik over de directeur van de SRS, Leopold Daarthuizen. Mm-hmm. Die leeft nu niet meer. Maar hij zag mij als de persoon die jong Suriname naar de SRS kon laten gaan luisteren. En hebben ze je kunnen overkopen? Ja, want ik kreeg toen de tijd, ik was 17, ik kreeg 25 Surinaamse guldens bij Apinti. Per maand? Per maand. En bij de SRS kreeg ik 75. No, maar dan bongo toe. Maar was dingen niet boos, Apinti? Maar het is mijn keus. Je hebt zo goed gezegd van ik ga naar de SRS. Ik heb meneer Vervuurd, het was toen de vader van de huidige directeur, aangegeven dat ik ga. En hoe was de reactie? Ja, natuurlijk niet blij, want Lucas Shepard die stopte toen ook. En Dirk Heef en Dennis Bamfer, die waren echt de magic friends toen bij Apinti. Die waren ook op een gegeven moment gestopt met radiomaken bij Apinti. Dus Apinti die had op dat moment niet echt ook weer iemand voor om jong Suriname zeg maar, te laten doen luisteren naar Apinti. En welke programma's heb je bij de SRS gedaan? Oh! Een heleboel, hè? Ja, ik ga de programma's waarop ik heel trots ben. Ik ben bij de SRS begonnen met Gil Special. Daar is het mee begonnen. En toen had ik Endless Love. Het was een beetje een te zwaar programma voor mij. Het was een programma als je liefdesproblemen had, dat je een brief kon schrijven en dat je Sonja die antwoord gaf.
was een beetje te zwaar programma voor mij. Toen heeft Roy Hupsel het overgenomen. En dan hadden we Auto In Radio aan. Dat deed ik samen met Dion van Eyck. Hele fijne guy om mee te werken. Auto In Radio aan was een programma van... Weet zeker als je uit huis gaat dat je radio van je auto aan hebt. Mm-hmm. Want we staan ergens, we roepen je kenteken en dan moet je binnen een paar minuten moet je terug zijn. Mm-hmm. En dan kon je prijzen winnen. Mm-hmm. Nou, en we zijn toen gestopt met dat programma. Omdat de politie, meneer Rogayadar, die heeft toen aan de directeur van de SRS gevraagd van... Kunnen jullie stoppen met het programma? Maar we verdienden heel veel met het programma. Maar waarom moesten jullie stoppen? Vanwege de files. Stel me voor met die prijzen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En het programma waarop ik enorm trots ben, is Draai je vingers krom. Wat houdt dat in? Draai je vingers krom. Ik koppelde mensen die verliefd waren op elkaar. Of als jij verliefd was op iemand, mm-hmm. dan kon ik jou koppelen. En waarom ik heel trots ben op het programma, ik ga geen namen noemen, maar er is één bekende zangeres hier in Nederland, die dankzij het programma geboren is. Nee, maar dan mag je trots zijn. Ja. Mm-hmm. Ja. Je hebt ook tv gemaakt. Ik heb ook tv gemaakt. ATV. ATV, daar ben ik de eerste presentator geweest van ATV. En Ludwig Dirks, die mij in principe ook naar Apinti gehaald heeft. Toen hij begon als directeur van ATV, heeft hij mij ook gevraagd als ik een programma bij hem wilde gaan presenteren. Dat heb ik gedaan. En wat heb je daar geleerd? Oh, televisie maken. Ik had al televisie gemaakt met Borgen Breveld, Kiek. Wat radio en tv verschillen toch? Radio en televisie verschillen. Mm-hmm. Radio en televisie verschillen. Maar ik heb het gedaan omdat men in mij geloofde. En ik heb het met alle plezier gedaan. Welke programma's heb je daar gemaakt? Ik heb bij ATV ATV Stop 10 gedaan. En ik heb toen met Sharma Shinapung heb ik Soul Train gedaan. Soul Train, het programma ken jij natuurlijk. Ja, ja. En bij Soul Train is het één keer gigantisch misgegaan. Samsa. Ik ben er niet trots op, maar... Tekno Tiki. Ja, zeker, zeker. Wat is gebeurd, Gilly? Nou, we waren aan het filmen en er was een jongen daar die hij was gekomen om te dansen, want we hebben mensen uitgenodigd. En hij kwam daar en hij had een beetje een kapotte schoen aan. Mm. En ik ben niet zo trots op wat ik nu ga zeggen, maar ik vroeg aan de cameraman om te focussen op die jongens schoen. Mm. En ik had nooit de gelegenheid gehad om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan die jongen. Ik ken hem niet. Nee, maar dan mag je dat nu doen. Oké. Als jij degene bent geweest die ik op een of andere manier pijn heb gedaan tijdens het programma Soul Train bij ATV, wil ik oprecht mijn excuses aanbieden. En wie weet kan je aanmelden bij Euro, bij de crew van Tapa Bank. Stel, dan wil ik jou wel een keertje ontmoeten om het persoonlijk te doen. Oké, je hebt het gehoord. Dus als jij degene bent, maar ook nog vals, hè? Nog vals, want we weten precies wie die jongen is. Ja. Weet je, dus als je wil, dan meld je gewoon aan bij ons. Je weet waar je ons kan vinden. Ja. Nee, maar ik vind het fijn dat je het hebt ingezien. Ja. Want ik weet het is. Ik heb het soms ook. Toch? Omdat meestal dat verkoop. Klopt. Toch? Wat het, ruw gezegd, je want ik wil kick. Want dat gaat mensen hun aandacht trekken. Klopt. Maar dan, hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt. Ja. Weet je? En men leert je ook van, hey, not a kick up. Weet je? Klopt. Dus ik vind het fijn dat je dat hebt gedaan. Ja, want kijk, als je een oproep doet en die jonge man die is opgestaan die morgen, natuurlijk zijn kleren gestreken, de bus gepakt. Mm-hmm.
om daar te komen. En hij is gekomen voor mij, omdat ik hem gevraagd heb. En dat ik dat gedaan heb, sorry nogmaals. Oké, nee, maar trots. Ik ben trots op je dat je dat nog hebt kunnen inzien. Ja. Gilly, dus je hebt tv gemaakt, je hebt Soul Train gedaan. Dus je had het druk. Ja. Enorm druk. Ja. Had je dan tijd voor een vriendin? Ja, die heb ik sowieso gehad. Hoeveel? Ik ga ze op één hand tellen. Ze zijn niet veel geweest. Maar ik heb vriendinnen gehad, ja. Vriendinnen? Ja. Weet je nog hoeveel? Kan je ze nog tellen? Nou, vijf? Ja. Ik wist dat je deze vraag zou stellen. Dus er zijn, vandaar dat ik zei, ik kan ze op één hand tellen. Ja. Vijf? Vijf. We beginnen met? De allereerste, Sandra. Dan hebben we Joanne, Astrid, Denise en Sherida. En met Denise was je getrouwd? Met Denise ben ik getrouwd geweest. En daar heb ik een prachtige dochter, Chanel. Die is inmiddels 23. Pracht van de meid. Ik ben enorm trots op haar. En met Sherida heb ik Megan, die is 15. Met Sherida heb ik Megan. Oh ja, ik word iets anders, ik word 15. Oh. Ik dacht 15 kinderen, Nee. Ik heb er twee dochters. Mm-hmm. Megan en Chanel Belfort. Oké. Okay. Toen heeft Gil besloten om naar Nederland te komen. Van Suriname naar Nederland, heb ik het goed? Ik ben van Amerika ben ik eerst teruggegaan naar Suriname. Mm-hmm. Ben ik twee dagen gebleven. Mm-hmm. Nadat mijn studie gestopt was. Mm-hmm. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Oké, waarom geen Suriname meer? Ik was... Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, sawa ni bai. Ah, mesuku Ever, papa. Ever, ni matide. Hey, yo posto direct po bueno, papa. Srut, Ever. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal aan. Arre, oma, jai. Hai, behoed. Evert. De snelle keuring. Srut. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit? Dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvinsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze impactservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Gimala, so so this everybody, yeah, yeah. Oh, so so this everybody, yeah, yeah. Gimala, gimala, gimala. Gimala, gimala, gimala. Ay, so so this everybody, yeah, yeah, yeah. Oh, gimala, gimala, gimala. Ay, so so this everybody, yeah, yeah. Like for no man broke you, I no power to do, nay. Thank you.
Ja, en we zijn terug. En Gil, waarom geen Suriname meer? Ik dat heb ik nu niet meer, maar ik was enorm teleurgesteld. Oh, dat ding van Ik was enorm teleurgesteld en ik was maandag terug in Suriname. Ik heb toen vrienden van mij die ook bij de omroep zaten of zitten, heb ik gebeld. Toen moest je nog een gesprek aanvragen. En op woensdag hoorde ik dat ik, ik heb toen mijn sollicitatiebrief opgestuurd en op woensdag hoorde ik dat ik een baan had, ben ik donderdag weggegaan. Hier? Hier. Wat voor baan was dat? Ik heb bij Radio Utrecht toen gewerkt, een hele tijd, en ik heb ook bij Veronica heb ik ook wat redactiewerk, producerswerk gedaan. Mm-hmm. Wat heb je geproduceerd? Ik was executive producer van het programma Veronica Goes To. Mm. Dat is een reisprogramma en dan ga je zeg maar overal naar mooie plekken zoeken. Het is natuurlijk commercieel, om de mensen die op vakantie gaan in de zomer, om ze te proberen te krijgen in het land waar wij geweest zijn. Ja, alles werd voor je betaald. Alles werd betaald door de sponsor van het dus programma. Dus je secondere? Ik heb aardig wat landen gezien, ja. Welke landen heb je allemaal gezien? Ik heb Brazilië gezien, ik ben naar Hongkong geweest, Guangzhou, Curaçao, Singapore, Jakarta. Dat zijn zo'n beetje de landen die ik gezien heb. En waarom ben je gestopt? Nou, Veronica, in de vorm zoals Veronica er was, hield Veronica op te bestaan. Oh. Zoals Veronica nu is, is niet de Veronica van toen. Mm. En wat ben je toen gaan doen? Nou, en toen ben ik begonnen met mijn eigen zaak. Mm-hmm. Want bij de uitzendingen die we maakten, de opnames die we maakten, keken we ook altijd wat nemen de mensen mee als ze van het land. Bijvoorbeeld Suriname, kun je ook kijken, wat nemen de mensen mee uit Suriname? Wat neemt de mens mee uit Singapore? Wat neemt de mens mee vanuit Jakarta? En omdat ik al wist van dat Veronica zou ophouden te bestaan, moest ik op zoek naar een andere baan. En ik denk van, ik ga niet meer werken voor een baas. Dit ga ik doen. En toen heb ik mijn moeder gebeld en toen zijn we begonnen met het bedrijf die ik nu heb. Helen's Ketchup. Ja, we zijn begonnen met Helen's Ketchup. En waar is het nu? We zijn nu halen we producten van over de hele wereld. Maar precies zoals ik zei, omdat ik wist van de producten, ik wist precies welke producten nog men uit Jakarta haalde, of vanuit Costa Rica, of uit noem maar op, Guatemala. Nou, die producten ben ik allemaal stuk voor stuk gaan ophalen, om het maar zo te zeggen. Mm. En dit, zwarte goud in de Surinaamse keuken. Het zwarte goud uit de Surinaamse keuken. Hoe ben je hierop gekomen? Hiermee zijn wij gestart. Mm-hmm. En dit heeft het succes van het bedrijf gemaakt. En ik ga eerlijk zeggen hoor mensen, aan het jaf met jaf, niet omdat hij hier zit. Oh, hier nou? Oké. Niet omdat jullie hier zit. Maar ze hebben ook een keuken hier, Wanted Crew. En we hebben elk weekend hier gegeten. Dus ik kan je alles over deze ketchup vertellen. Vooral als het gaat om barbecue. Heerlijk. En nogmaals, het is niet omdat Gil hier zit, maar ik heb het zelf geproefd. Het jammer is dat wij dit product nog... Het is gewoon 100% Surinaams. Ja, maar het is niet in Suriname. Het is niet in Suriname nog verkrijgbaar. Waarom niet? Hetgene wat er geproduceerd wordt is net genoeg voor de markt hier. We hebben elke maand een container en het is af en toe niet genoeg. Serieus? Dus we kunnen de markt in Suriname op dit moment... Maar dan moet je meer gaan produceren toch? Dat willen we Want wel. De vraag wordt groter. Dat is zo. Maar en als je dit naar Suriname brengt, geloof me. Het is, ja. We hebben er oor naar en wie weet, spoedig. Mm. Dus je bent nu importeur? Ik ben nu importeur. Hoe gaat het met de zaak? Goed, we mogen niet klagen.
We mogen niet klagen. Maar hoe is als ondernemer hier in Nederland, jullie? Het is... Als Surinaamse ondernemer. Het is hard werken. Ja, ik denk dat elke ondernemer hard moet werken. Het mooie van dit is dat wij een exclusief product hebben. Maar het blijft altijd hard werken. Wat ik heb gezien, ik zei, we zaten in het vliegtuig en in dat boekje van... kom jij voor? Ja. Toch? De geschiedenis ja. van Gilbert voor. Ja. En ik heb daarin gelezen dat je je eigen pand als Surinaamse kleine jongen... eigen pand hier in Nederland. Is geen huur? Nee, het is geen huur. Het is huur. Gewoon je eigen pand. Het is gewoon mijn eigen pand. Het komt niet vaak hebben. Voor, jok ik. Nee, het komt niet vaak voor. Ik denk dat je wel een beetje guts moet hebben om het te doen. En het mooie van is... Kijk, als je... Het commerciële zit ook in mij. Mijn opa is ook heel commercieel geweest. Ik weet het 100% zeker dat ik het van hem heb. En met geld omgaan, je moet met geld kunnen omgaan. En ik heb mijn pand gebouwd zonder 1 rode cent geleend te hebben bij de bank. Serieus? Dus het is hoe je met je geld omgaat. Nou, dan kunnen ze echt een voorbeeld van jou nemen hoor. Ze kunnen echt een voorbeeld van je nemen. Gilly, laatste vraag. En ik weet, ik heb bijna al mijn gasten. Weet je wat zo mooi is, mensen? Van deze jonge heer, want 55, hoe ziet er nog goed uit. Maar wat zo mooi was, Gilly heeft ons laten halen. Hij zou eigenlijk de eerste zijn op onze bank. Ja. Maar weet je wat hebben we meegemaakt? Gilly is de regisseur geworden van het programma. De koppelaar, alle gasten die we hebben gehad, heeft deze directeur. Dus Amanda bij Abigi Fassi, hij heeft allemaal contact gebeld. Kijk, Remy bijvoorbeeld, Gilly nog heel hartelijk bedankt, want dat was ook een van mijn grote wensen. Ik ben hier gekomen om jou te interviewen, dat verhaal. Ik heb je altijd gevolgd op SRS. En we willen je nogmaals bedanken dat je onze wens in vervulling hebt laten gaan. Maar die laatste vraag die ik je wil stellen is, wanneer kom je, of laat me het zo stellen, kom je wel eens terug naar Suriname? Dan mag je eerlijk zijn hoor, niemand mag je kwalijk nemen. Als ik weer in Suriname kom wonen? Wonen, ja. Ik ga eerlijk tegen je zijn, mijn dochters die wonen hier, mijn leven is hier. Ik denk dat Suriname veel meer aan mij heeft als ik hier zo ben. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook niet dat Nederland de plek is waar ik zou willen blijven wonen. Mijn hart gaat meer naar Amerika. Oh, Amerika? Ja. Waarom Amerika? Ik heb een zwakte voor Florida. En het geluk dat ik heb is dat mijn vrouw enorm zich thuis voelt daar. Dat is belangrijk. Ja. Jij moet je thuis voelen dus. Klopt. Niemand kan hem kwalijk nemen. Maar net hoe we een afspraak hebben gemaakt met Remy, gaan we ook een afspraak maken met Gilly. Gilly, ja. Zijn we volgend jaar weer hier? Jullie mogen weer volgend jaar weer hier zijn. Zeg het aan die mensen. Oh, maar jullie mogen natuurlijk hier zijn. Het land is niet van mij. Nee, oké, we gaan het anders stellen. Laat je ons weer halen volgend jaar. Ja, met alle genoegen. Zeg het aan die mensen. Nou, volgend jaar staat Tapa Bankstel. Misschien kunnen we het nog mooier maken. Mm-hmm. Volgend jaar Tapa Bankstel Goes Kwaku 2020. Amen. Jullie hebben het gehoord. Het is gelakt. Ja. Jullie, we gaan het afsluiten. Ja. Wil je misschien iets aan je Surinaamse familie zeggen daar in Suriname? Aan mijn ooms en mijn tantes wil ik zeggen dat ik heel trots ben dat ik een Belfort ben. En dat ik ze enorm veel waardeer. En mijn neefjes en nichtjes zeg ik van jullie zijn de beste neefjes en nichtjes die ik ooit mocht hebben. Amen. Zo. Je krijgt van ons, van Tapa Bankstel, krijg je een bijzonder cadeautje, Gilly. Oh. Ga je eerlijk zeggen, je hebt goed voor ons gezorgd. Okay. Ik wil je eigenlijk meenemen naar Suriname om het werk door daar te doen.
met het koppelen van die hoge gasten. Ja. Want je hebt bijzondere hoge gasten voor ons gebracht op de bank. Ja. Dus vandaar dat we je dit willen geven. Oeps. Om Borgo. Oké. Dit is een 8 jaren. Ja, dank en van mijn hoofdsponsor Telesuur krijg je een 2-landen sim. Oké. En dus, met deze, ja. Dus dat betekent dat ik er gebruik van moet maken. Helemaal. Dat ik naar Suriname moet. Juist. Okay. Juist. Je moet even stoppen voordat je naar Amerika gaat. Even hoppen. Oké. Weet je? En daarna gaan we misschien naar Cuba. Oké. Inderdaad. Ja. Inderdaad. We hebben een halve afspraak. We hebben een halve afspraak. Klopt. Dus Dennis gaat achter je aanzitten. Ja. Gelopen, want daar is hij de koning. Okay. Jij bent hier de koning. Maar in Cuba is Dennis de koning. Loading. Ik krijg zo'n... Ja. Dankjewel, Tappo Bank Cell Crew. Dankjewel, Earl. Amy en Dennis. Ik vond het fantastisch fijn dat ik jullie hier mocht hebben. En ik hoop dat wij, als ik praat over wij, dan hoop ik dat de crew van mij dan, dat wij jullie een veel betere en een leukere tijd kunnen geven hier zo in Nederland volgend jaar. Ja, dankjewel, alvast bedankt. En je krijgt ook die tas van Tappa Bankstel. Yes. Ja, hierin mag je Helen's ketchup. Dat moet. Ja. Ja, helemaal. Dan heb ik hem ook. Er zijn weinig mensen die het hebben. Ja. Ik ben trots. Alsjeblieft. Oké. Nou, dan geef ik jou een fles ketchup. Ah, dat jij meeneemt naar Suriname. Dankjewel. Zwartkoud. Ja, Lydia. Welkom. Emmy is al ready uit zijn eigen keuken of... Alsjeblieft. Oh, oké. Op zijn Surinaams gaan we het doen. Ja. Weet wanneer wij Surinamers honger hebben, vinden we allerlei manieren om te eten. Klopt. Gilly, jij mag alvast happen. Ja. Dan ga ik het afsluiten. Bolly gaat bewenken waar ik het mag afsluiten. Ga ik het daar doen? Oké, dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Guillermo Belfort. Het neefje van Roy Belfort. Amansa's kop. Enige in zijn soort van goal tot goal. Amalai. En ze hebben gewonnen. En dat was voorwaarts toch? Voorwaarts. Ja. Voordat we naar hier kwamen, hadden ze zoiets op het veld daar in Suriname. Van goal tot goal. En no one's ma. Ze hebben het met mensen mochten komen schoppen. Maar niemand heeft het gelukt. Is het gelukt? Het is niemand gelukt om het te doen. Oké. Dus heeft het nog steeds op zijn naam staan. Roy Belfort. We hebben het niet over Roy, maar over Gil. Je hebt het gehoord van die man. Die trap naar. Is dat weer toch? Dus geen haast hebben in het leven. Lees zijn story. Dan ga je zelf zien dat geduld een schone zaak is. Hij is nu 55 en hij is de directeur van zijn eigen bedrijf. En wanneer het praat over een eigen bedrijf, heeft hij zijn eigen pand zelf gebouwd. Zonder 1% van de bank. Weet je wat dat betekent? Dus Kohora Mabuhi, is dat weer toch? En gewoon zijn voorbeeld opvolgen. Ja, laat een voorbeeld voor ons zijn. We gaan het afsluiten in die camera hier bij Dennis Dens. De directeur, de koning van Cuba. Ben je ready? Ik ben ready. 3, 2, 1. Je kent die tatararantan. Ja. Oké, 3, 2, 1. Tatararantan, tan tan. Ten. Ten. Jullie, jij moest het weten. Want je hebt bijna 16. Tuurlijk, maar daarom zeg ik ten. Jij gaat het alleen doen. In die camera. Juist rijden. Ten. Hou het divisie.
de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.